Ik zit er klaar voor. Goedemorgen, Adrie. Gezellig dat je er bent. Ik wil zeggen, ik wacht nog heel even, want het is echt net 10 uur. Kunnen de mensen langzaam binnenstromen, zeg maar. En voor de kijkers van vorige week. Als je vorige week gekeken hebt naar mijn Facebook Live, dan heb je gezien dat mijn beker water, en er zit altijd een halve liter in, dat mijn beker water omging en daar was ik niet blij mee. Dus ik heb vanaf nu gewoon een bidon. Kan er niet veel mee gebeuren. Maar dat gebeurt. Ik was er altijd bang voor, tot nu toe nog niet gebeurd, maar verleden week was het zover. Dus vanaf nu heb ik een bidon waar ik uit drink. Dus minder kans dat hem, als die omgaat, minder water uitkomt. Ook goedemorgen, Marie. Nou, het is 9:50. Ik ga langzaam starten. Het is vandaag dinsdag 12 maart. De week van On Stage. Daarover vertel ik later meer. En mijn naam is Annette Koolmees. Ik ben onafhankelijk stamping-up demonstratrice in Nederland. In Moerkapelle, een klein plaatsje tussen Gouda en Zoetermeer. Maar uit heel Nederland kan je natuurlijk gewoon bestellen. Ook goedemorgen Els, fijn dat je er ook bij bent. Nou, de Pasen staat bijna voor de deur. En daar wilde ik vandaag mee aan de slag gaan. Ja, deze kaarten, die heb je. Deze nog niet, maar die andere twee heb je al op mijn social media voorbij zien komen. En ik wilde vandaag iets heel anders laten zien. Ik ga wel werken met deze kleurtjes. Deze kleurtjes komen uit het Lighter Than Air designpapier. En dat is het designpapier met de hete luchtballonnen. Nou heb ik niks van die hete luchtballonnen, maar ik gebruik wel het papier. Ik gebruik misschien ook. Maar dat weet ik nog niet zeker. Misschien had ik ook een van deze drie kleurtjes gebruikt. Hè? Linnendraad. En ik gebruik ook de Rainbow Adhesive Backed Dot. Heel mooi voorbeeld. In het Nederlands is het volgens mij iets van regenboogrondjes of zo. En dit komt allemaal uit de Lighter Than Air collectie. En daar ga ik ook mee aan de slag. De collectie Excellent X is het. Die vind je op bladzijde 27. Deze even wegleggen. Op bladzijde 27 in de mini-catalogus. Hier is die. Het is echt alleen een stempelset met een stansenset. Er zit voor de rest geen papier of iets dergelijks bij. En ik gebruik deze stempelset, zeg maar. Maar ik gebruik ook de Easter Lilies. Die staan op bladzijde 26. En daarvan heb ik de Nederlandse versie. Ik zal het eventjes. Ik heb er van alles onder liggen. De Nederlandse versie is Leven de Lente. En daarvan gebruik ik dan het Vrolijk Pasen. Die vind ik gewoon heel erg leuk. En voor de rest gebruik ik er niks van. Het gaat echt alleen om deze Vrolijk Paarse stempel. Nou, we gaan even plek maken. Voor zover het lukt. De Excellent X stansen die erbij zitten. Die stansen zeg maar drie stempels uit. Verder nog een heel leuk kleiner ei met allerlei motiefjes. Een groter ei. En met deze kartelrandjes. Ik kom even pakken. Met deze kattelrandjes kan je dus dat grote ei heel leuk versieren. En ik heb er hier dus dat Lighter Than Air touwtje omheen gedaan. En daar zijn dus deze randjes voor. Ja, en dan kan je natuurlijk gaan aankleden zelf hoe je wil. Ook dat leg ik even opzij. Die hou ik in de buurt. Ik pak een vel. Ja, nou zal ik eens even denken, welke kleur ga ik gebruiken? Ja, ik hou van geel. Geel is voor mij echt een paaskleur. Goedemorgen Inge, ook gezellig dat jij er bent. En in deze collectie zit het
ja, het is een beetje een pasteltint, vind ik. Is de kleur, dit is de kleur Lime & Lolly. En ik ga vandaag een easelkaart maken. Het idee heb ik van mijn Duitse collega Nadine Kuller. Stempel Mami, of Mami is het volgens mij, heet ze ook wel. En ik heb hem vertaald. Want zoals je weet hou ik altijd net weer van een verandering. Goedemorgen Gittrui, goedemorgen Helene. En ik heb hem aangepast naar het grote ei. En moet ik even mijn briefje, want ik heb wel even een spiekbriefje, want uit mijn hoofd weet ik het nog niet zo goed. En daarvoor heb ik een stukje nodig van 7,5 bij 15. Even kijken, ik ga hem toch zo doen. 7,5 bij 15 centimeter. Draai ik hem even om, want dan kan ik makkelijker hier de 15 centimeter afmeten. Nou heb je dit stuk en dan ga ik op de lange zijde ga ik hem rillen op 7,5, hè, op de helft. En dan vouw ik hem dubbel. Ik zei net al, voor degenen die het gemist hebben in het begin, na het waterincident van vorige week heb ik natuurlijk geen open beker meer, maar heb ik gewoon mijn sportbidon. Want ja, dat die beker omviel, dat kan natuurlijk echt niet meer. Dus je hoort me misschien wat meer klokken, hè? Want zo'n bidon maakt altijd wat meer geluidjes. Maar ik voel me nou wel een stuk veiliger hier aan die tafel. En nou pak ik de stanzen erbij. En dan de grote stans. En ik knip hem even een beetje op maat, want dan kan ik hem gewoon door de kleine stansen snijmachine heen halen. En anders moet ik de grote erbij pakken. Even kijken. Deze is niet zo zwaar om te tillen. Dus vandaar dat ik liever deze erbij pak als het tenminste kan. En anders heb ik altijd toch voor bepaalde dingen heb je de grote echt nodig. Maar bij deze maakt het nog niet uit. Ja, deze kleine mini stans en embos is 8,5 centimeter breed. Dus tot die breedte kan alles erdoor. En ja, is het breder of hoger of een grotere embossingfolder, zeg maar. Dan heb je natuurlijk automatisch de grotere nodig. Even kijken, ik zal hem al even in de buurt zetten. Dit ei, dat gaat al wat moeilijker uit. Dus ik ga heel voorzichtig met mijn nagel zo onder dat randje langs. Want ja, het blijft toch papier waar je mee werkt. Maar doordat er zoveel stippeltjes en randjes naast elkaar zitten, heb je nog wel eens dat hij scheurt. Maar hij is er goed uitgekomen. Goedemorgen oma. Oma's kaartenhuis. Ja, ik weet dat je anders heet, maar ik kan even niet op je naam komen. Nou, dit zijn eigenlijk ook de kleuren. Doen me gelijk weer denken aan ons steeds. Ik zal het even uitleggen. Donderdag, vrijdag, zaterdag zijn er in Nederland dit keer 3 dagen onstage van Stamping Up. En dat is dit keer in Ahoy Rotterdam. Voor mij heel erg fijn, want daardoor kan ik er ook gewoon naartoe. Oké, goedemorgen Angelique. Maar doordat het zo dichtbij is, kan ik er ook naartoe. Vorig jaar was het in Wenen en gewoon het reizen en alles kost mij te veel energie. Kijk, dat gaat voor 1 dag misschien, maar voor meerdere niet. Dus ik ga het dit keer proberen en ik hoop ook dat het lukt. Maar we beginnen aanstaande donderdagochtend al met de ochtend van het Pinkies team. Ik ben ooit ingestapt, kan ik beter zeggen, bij een Nederlandse demo. Die is ermee gestopt en daardoor ben ik automatisch onder haar demo gevallen. En dat is de Engelse Michelle Last.
En dat is dus degene die het Pinkies team heeft. En daar val ik dus nu onder. En dan gaan we gezellig met elkaar een wandeling doen vanaf de Erasmusbrug naar Dudok in het park. Dat is zeg maar bij de Eiffeltoren. Nee, bij de Euromast hebben we natuurlijk in Rotterdam. En daar hebben we een samen zijn. En natuurlijk ook met de beroemde Dudok appeltaart. Hè, als je in Rotterdam geweest bent, moet je de Dudok appeltaart een keer geproefd hebben. Die is echt heerlijk. Er zijn natuurlijk ook veel meer lekker om, maar Rotterdam heeft dan Dudok. Dus dat gaan we daar doen. En de kleur, de hoofdkleur van On Stage is dus dit Lemon Lolly. Daar is het logo op gebaseerd. Dus vandaar dat ik eraan moest denken. Ik ga deze nog heel even iets feller doen. Nou heb ik hem toch nog nodig. Ik zit gewoon weer veel te veel te kletsen. Waar je op moet letten is dat je de vouwlijn aan de bovenkant hebt. Dan pak je dat ei en dat leg je onder op de rand. En dan moet je een beetje kijken dat die recht ligt, zeg maar. Snel mijn vinger erop. Zo. Ik zet hem even zo neer, want dan kan ik het net iets beter zien. Ja, hij zit zo aardig recht. Omdat het dubbel papier is, is het aardig aan het werken. Om hem er doorheen te draaien. Want het is best wel. Je hebt best nog wel wat spierkracht nodig hoor. Als je echt zeg maar iets aan je handen zou mankeren. Dus dat je een wat slechtere handfunctie hebt. Dan is eigenlijk de grotere draait in verhouding soepeler dan de kleine. Alleen is de kleine natuurlijk weer lichter in gewicht. Dus ja, dan is dan echt gewoon uitproberen. En aftasten wat voor jou het beste werkt. Maar qua draaien vind ik de grote altijd een stukje lichter. Dan heb je hier dus een lepeltje of een kaartje, zeg maar. En daar gaan we het isopunt eventjes opzetten. Je legt de grote kant hier tegen de 4 aan. Waar je even op let is dat het lijntje, dus het rillijntje, ja je ziet het net niet, maar dat valt hier in dat schuifje, dat recht ligt. Want omdat het een ronde vorm is, heb je natuurlijk snel kans dat het scheef gaat. En dan ril ik hem. Kijk, hier kan je het nog even goed controleren hoe of dat die ligt. En dan ril ik hier het randje. Deze vouw je naar onderen, zeg maar. En dan heb je hier de basis voor de easelkaart. Voor de Pasen easelkaart, zeg maar. Nou kan je deze, is de bedoeling dat je hem erop gaat plakken. Ik zit te denken, laatst had ik het erover dat ik wat meer hoe heette die dingen? Embossingsmallen wil gebruiken. En daar heb ik helaas dus wel die grote voor nodig. Omdat het een grote embossingmal is die er niet doorheen past. Er zijn ook embossingsmallen die door de mini-stanzen snijmachine kunnen. Die bestaan ook, maar ja, degene die ik wil gebruiken is dat natuurlijk net weer niet. Nou, ik haal de spullen om te stansen, haal ik eventjes van de stansen snijmachine af. En je kan hier gewoon op de ondergrond kan je heel goed zien wat je nodig hebt. Ik gebruik een van de 3 basisstructuur embossingsfolders. Die zijn alleen online te verkrijgen. En deze geeft een leuk stippeltjes effect. Elsje had het er pas over dat je iets wilde met grote stippels. Nou, dit is er eentje met kleine stippeltjes en hij geeft ook een heel leuk effect. Dit is een 3D embossing folder. Dus we gaan hier naartoe. Using with 3D embossing folders. Dus je hebt nodig de 1 en de 4. De dikke plaat, dat is de onderkant, is de 1. Even kijken.
De grijze plaat is de 4. Dat is de specialty plate, zeg maar. En ik stop het ei er even in. En nou wil ik even nadenken hoe ik het bubbeltje wil. Je hebt altijd een positieve en een negatieve kant, zeg maar, aan een embossing folder. En ik pak anders gewoon heel even een proefstukje. Dan kunnen jullie het zien. En dan weet ik ook gelijk welke dat ik moet hebben. Daarvoor doe ik het ook. Kijk, ik leg hem nu zo neer. Aan de kant met het Stamping Hub logootje. Kijk, en als je gewoon net als dit een papiertje hebt wat niet aan één kant gebonden is. Dan kan je dit gewoon natuurlijk gebruiken en dan draai je het om. Maar doordat bij dat ei natuurlijk al een randje eruit zit. Dus als je het logo naar onderen legt, dan heb je zeg maar gatenkaas. Dus net of dat er allemaal gaatjes in je papier zitten. Draai je hem dus om, dan heb je dus bobbeltjes. En voor die bobbeltjes ga ik dus. Dus dat houdt in dat ik mijn embossing folder andersom moet doen. Dus deze gaat aan de onderkant. Dus dan komt hij er zo op te liggen. En dan gaat daar mijn ei bovenop. En dan heb ik nu de stippels aan naar boven zitten. En dan blijft dat randje ook mooi. Als je stans en embost, doordat er natuurlijk figuurtjes ingedrukt worden, heb je kans dat je papier altijd net wat kleiner wordt. Nou, dat valt hier nog wel mee. En ik ga nu met de lijm de onderkant hier insmeren. Even een goede laag, niet al te dik ook weer, want dan duurt het drogen ook wat langer. En nou moet je wel even opletten dat het ei zeg maar recht zit. Dus dat is eigenlijk even de onderkant op zo'n ruitje liggen en dan kijken of dat die bovenin goed zit. En dat is ze. En dan heb ik hier de basis voor de ISO-kaart nu helemaal klaar. Even denken. De stempelset. Je bent een beetje in de war, zeg maar, waar alles ongeveer ligt. Ik wil deze gaan stempelen, bedoel ik. En later ook stansen. Even kijken of dat ik nog een restje heb van wit waar die op past. Ik denk dat dit dan wel is. Dit is een klinkstempelset, een rood rubberen stempelset. De kwaliteit van stempels is vooral voor dit soort patroontjes met dunne lijntjes. Stempelt de rode stempelset. Een rood rubberen stempelset stempelt eigenlijk wel veel mooier. Ja, hij is ook duurder. Dus vandaar, dat is het verschil. Kijk, en het heeft voor- en nadelen. Want op zich natuurlijk De doorzichtige stempelset. Even kijken hoe ik hem doe. De doorzichtige stempelset is natuurlijk makkelijk. Want dan kan je heel makkelijk peilen waar die is. Dan had ik eigenlijk eerst het ei uitgestanst en nu gestempeld. Maar omdat dat toch met deze wat lastiger is, doe ik eerst stempelen en dan stansen. Hier gebruik je de kleinste, is het volgens mij. Ja, de kleinste. Het kleinste ei-stansje gebruik je erbij. Ook deze knip ik weer even rond. Dan kan ik weer met die kleine stansen snijmachine. Ik ben hem wel heel erg aan het promoten. Hè? Terwijl er is geen actie of zo op dit moment. Maar de nieuwe jaarcatalogus die gaat eraan komen. Vandaar ook dat onsteeds evenement. En we krijgen de nieuwe 5 in Colors misschien al te zien. Dat hoop ik eigenlijk.
En een aantal worden demonstraties gegeven met nieuwe producten. Soms krijg je wat training, zeg maar. En het leuke is dat er gewoon demo's natuurlijk uit... niet alleen uit de Europese landen waar Stamping Up zit komen. Maar ze komen ook uit Canada en Amerika, had ik al begrepen. Dus het is gewoon echt een heel groot event. Ik blijf lekker thuis slapen, zodat ik gewoon echt goed kan ontprikkelen. Maar er zijn heel veel mensen, en dat snap ik ook, want dat is ook heel erg leuk, die echt gewoon in Rotterdam slapen. En dan kan je natuurlijk, het event duurt vrijdag en zaterdag van 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. En dan kan je daarna natuurlijk nog met mensen uit eten gaan en zo. Maar ja, dat is voor mij, ik ben blij als ik de dag door kan komen. Qua geluid en prikkels en ontmoetingen. Dus dan, daarvoor doe ik niet mee. Maar ik snap wel dat het heel erg leuk is. Vraagje, waar hebben jullie zin in? Ik heb de laatste tijd veel met de Stamping Blends gekleurd. Zeg je van, joh, kleuren met de Stamping Blends? Of zeg je van, joh, ik vind een aquarel, penseel en inkt weer eens leuk. Geef het maar door. Neem ik ondertussen weer een slokje water. Het is ook de laatste keer dat ik voorlopig in de woonkamer zit. Ik ga vanaf volgende week ga ik gewoon weer in mijn knutselschuur zitten. Het is daar nou niet zo koud meer. En dan kan ik gewoon daar weer zitten. Eens even kijken. Inge zegt aquarel. Els zegt penseel en inkt. Moet ik alleen even kijken of dat hier vol is bedoel ik. Dit zijn de aquarelpenselen van Stamping Up. Je hebt ze in 3 verschillende maten. En je vult ze dus met water. Nou zie ik dat ik degene die ik wil gaan gebruiken zit weinig water in. Maar ik ruil hem gewoon eventjes om. Ik zal even de doppen ervan afhalen. Dan kan je de 3 verschillende penselen zien. Je hebt een dun penseel. Je hebt een wat dikker penseel. En je hebt een plat penseel, dit is echt handig. Deze twee zijn handig voor grotere oppervlakten. En deze voor kleine. Je draait eigenlijk tegen de richting in. Om de onderkant los te halen. Deze hou je onder de kraan. En dan vul je hem gewoon met water. Aangezien ik nu niet bij de kraan zit. En deze nog aardig vol zit. Ruil ik automatisch ga je toch de verkeerde kant op zitten draaien. Omdat het gewoon zo tegengesteld is. Hè? Maar ik doe dus eventjes op diegene die vol zit. Dan doe ik even de dop. En ik plaats deze. Probeer maar zo voorzichtig mogelijk erin te doen. Dat die haartjes zeg maar toch dezelfde kant op blijven staan. En dan pak ik de kleurtjes inkt erbij. Ik heb eigenlijk nog geen idee welke kleuren ik zal doen, maar ik weet ook nog helemaal niet hoe mijn paarstafel er zeg maar uit gaat zien. Want naast dat deze natuurlijk gewoon leuk is om te versturen, is die ook heel erg leuk om te gebruiken als welkomstcadeautje op het bord. Hè? Mocht je een paasbruns of iets dergelijks doen. Je kan er natuurlijk ook een naamkaartje van maken. Door middel van een grote letter te stempelen. Of gewoon met de hand de naam van degene die daar moet zitten voor je tafelindeling te doen. Om eerlijk te zijn doe ik meestal niet aan een tafelindeling. Maar er zijn mensen die daar juist wel van houden. Dus daar kan je hem voor gebruiken. Maar ja, ik denk, ja, geel is toch de kleur die ik wel vaak gebruik. Dus ik denk, nou, dan zit ik altijd goed. Eens even kijken. Ik maak even ruimte. En ik ga gewoon eens even denken welke kleuren. Gaan we voor softy kleuren of gaan we lekker voor felle kleuren? Ik denk dat ik wel wat fellere kleuren erbij pak. Eens even kijken waar de meiden het over hebben ondertussen. Oh ja, Angelique heeft ze nog niet... wel in huis, maar nog niet gekocht.
En Els zegt, oh, dan ben ik niet de enige. Nee, ja, ik heb ook zulke dingen, hoor. Ik gebruik wel, om eerlijk te zijn, ik gebruik best wel veel spullen. Maar ik heb ook structuurpasta in huis, wat ik niet heel veel gebruik. En voor de rest, ja, om eerlijk te zijn, volgens mij... Ja, de embossingsmallen vergat ik de laatste tijd weer een beetje. Maar volgens mij gebruik ik de rest wel aardig. Dit is een oude stamping inktpad, zeg maar. En dit zijn de nieuwe modellen. Je drukt op de deksel. En bij deze ging dat wat makkelijker als bij de nieuwere, moet ik eerlijk bekennen. Oh, ik heb te zacht gedrukt. Even goed drukken. Althans, zo doe ik het altijd. Je hebt, op deze manier heb je diverse manieren, zeg maar. Hè, heb je de navullingen, dan kan je ook op een blokje de navullingen doen. Je kan er ook een stempelblok pakken en dan zeg maar wat inkt. Gewoon met je stempelkussen daarop doen. Ja, ik werk eigenlijk altijd zo. Even kijken, ik pak natuurlijk die Lemon Lolly er ook bij. En ik zet de doosjes even open. Staat dit erbij? Sommige kleuren er niet zo mooi bij. Ik denk dat deze op zich wat beter is. Kijk, en ik zet er gewoon een aantal open. En ik zit even te denken. Misschien die donkere voor wat accentjes. En vind ik daar dan Pool Party mooier bij of Balmy Blue? Ik denk, aangezien dit allemaal wat rustige tinten is, dat ik voor de Pool Party ga. Ja, dat klopt, Els. Die ouderen gaan ook een stuk makkelijker op. Hoe ik het ook dus wel eens doe, is gewoon twee handen. En dan lekker met je onderkant van je hand, zeg maar, eventjes schudden. Het is wel weer zo'n werkje waarvan je zegt van, nou, we komen weer eens ruimte tekort. Je kan ook één voor één werken, hoor. Maar ik denk van, ja, deze laat ik dicht. Want hier wil ik eigenlijk alleen, wil ik alleen maar accentjes mee aangeven. Ja, en dat Petal Pink is dan natuurlijk ook veel te licht. We gaan gewoon wat voor wat knalkleurtjes. Ja, want je ziet de eieren best wel veel langskomen al. En allemaal heel veel in pasteltintjes. Maar we gaan even lekker voor wat fellers. Hij komt natuurlijk bovenop dat gele. Dus dan is het gele niet een handige kleur om als accent, meer als accent neer te zetten. En niet voor de grote. Nou heb ik normaal altijd... Ik loop heel even snel naar de keuken. Want je hebt er iets van een doekje voor nodig. Oh nee, ik heb hier ook tissues staan. Die zijn natuurlijk te doen. Ik ben even snel naar de keuken. Ja, in mijn knutselruimte heb ik dat allemaal bij de hand. Maar ja, hier is mijn ruimte toch beperkt. Wat handig is, is een keukenrol. Die zuigt natuurlijk gewoon goed water op en dan kan je lekker je kwast op schoonmaken. Ik ga er even beter voor zitten. Ik scheur er alvast even één papiertje vanaf. Ik maak er even een dik dingetje van, zeg maar. Eens even kijken. Ik begin met de Fresh Freesia op het penseel. Ik loop helemaal te hijgen, joh. Ik heb echt, nadat ik ziek ben geweest, een conditie, als een olifant, kan ik wel zeggen. Dus dat is niks. En ik ben ook nog verkouden. Maar dit is dus het aquarelperceel. En er staat aan twee kanten staat er op push. Druk. Ik hoop dat die... even kijken of ik hem goed in beeld heb. Ik hoop dat hij nog een keer scherp stelt. Ja, daar komt hij. Push staat erop. En dat is de kant waar je eigenlijk je twee vingers op zet. Nou knijp je. Op die plek knijp je. En dan zie je. Ik weet niet of jullie hem ook zien. Maar dan komt er dus water op het penseel. En
Zo ga je dus aan de slag. Hij moet niet te nat zijn, maar ook weer niet te droog. En dan pak je uit het bakje, pak je eigenlijk een beetje inkt op. En eens even kijken hoor. Dan ga ik kleuren. Dat gaat gewoon heel goed op het basic white papier. Mits je natuurlijk niet een te dikke laag water gebruikt. Maar op zich, als je gewoon een beetje een klein laagje gebruikt, gaat dat makkelijk. En wil je hem lichter hebben, dan moet je er eigenlijk gewoon net iets meer water bij doen. Wil je hem donkerder hebben, moet je gewoon steeds meer van die donkere inkt oppakken. Dat is, sorry. Dat is een feit. En ik ga hier bovenin. Dus ik doe er een klein beetje water bij. En dan, als je zeg maar nu in datzelfde papje blijft roeren, wordt het eenzelfde tint. Dat is voor grotere oppervlakte wat handig. En ik denk dat ik deze ermee doe. Het is altijd even een beetje kijken hoe de kleuren gaan lopen. Ik zal proberen om mijn hand even iets vlakker te houden, zodat jullie kunnen zien wat ik doe. Nou, nu wil ik even naar een andere kleur. Wat ik dan doe, is ik zet hem op die keukenrol en ik pak die poesknopjes er weer bij. En ik druk net zo lang totdat de kwast zich schoonspoelt met water. Dat water wat uit het tankje komt, zeg maar, wat erin zit. En dan is die weer schoon en klaar voor de volgende. Ik moet heel even een slokje water nemen, hoor. Sorry. Eens even kijken. Nou ga ik naar de poolparty. Ook hier knijp ik er weer in. Valt er een druppel water en dan ga ik hem even goed mengen. Daar pak ik het vak wat hierboven zit mee. In het begin, toen ik zeg maar net bij Stamping Up zat, had ik nog helemaal geen idee wat een alcoholmarker en zo was. En ja, de inkt schaf je toch meestal aan. Dus toen heb ik daarna eigenlijk die waterpenselen en de aquarelpennen aangeschaft. En daar heb ik echt heel lang gewoon zo gekleurd. Ik vind het geeft ook altijd wel een mooi effect. En het is gewoon net even wat anders. Eens even kijken. Ik denk dat die bovenste vakken, dan ga ik al iets meer water erin laten lopen. Ik moet een groter vak kleuren. En ik denk dat ik deze ook. Nee, Rover. Ik heb nou eventjes geen tijd om jouw aandacht te geven. Straks weer. Ik had geluk. Meestal als Rover bij me komt, gaat hij tegen mijn benen opstaan. En dan geeft hij met zijn kop altijd een paar van die kopstoten. Maar dat is niet handig als je met een aquarelpenseel bezig bent. Dus hij voelde het aan dat dat blijkbaar niet welkom was op dit moment. Als je op basic white papier te veel water doet, dan gaat het assortiment, komen er allemaal bobbeltjes op. En dan trekt het eigenlijk vaak niet mooi recht meer. Maar zo'n klein beetje zoals ik nu doe, dat lukt op zich makkelijk. Ik wou zeggen, ik denk, wat zit die kat nou te doen? Maar nou, dat is de volgende laag en weer op hetzelfde. Spoel je eigenlijk de inkt er weer uit. Het is vandaag een soort slow motion knutselen, hè, met dat penseel. Kijk, nu blijft de punt iets blauwig. Maar dat geeft niks, want zodra er schoon water uitkomt, is die gewoon weer klaar voor gebruik. Nu komen de accentkleurtjes. Ik zit even te denken of dat ik ik denk dat ik dit vak met de Flirty Flamingo ga doen. Zo'n wat fellere roze.
En dan voor die kleine dingetjes gebruiken we wat meer de accentkleurtjes. Dus ik ga het... Als er nou hier zeg maar heel veel water in zit, dan heb je kans dat het natuurlijk op je inktpad gaat zitten. Dus wat je kan doen is, je maakt hem gewoon met het doekje schoon en dan kan je hem dicht doen. Misschien laat ik nog even openstaan en deze doe ik misschien nog eventjes daar. Ik ga nu even een kleur gebruiken. Pakken die ik niet zoveel gebruik. Dat is de Azuur Afternoon. Echte azuurblauw is dat. Een hele felle tint zoals je ziet. Maar ik hoop dat die in de jaarcatalogus terugkomt. Althans terugkomt. Hij zit gewoon in de collectie. Maar dat hij gewoon veel meer in het papier en dergelijke te vinden is. Het is voor ons ook altijd een verrassing wat er allemaal gaat komen. En vanaf mei... komen de producten eigenlijk allemaal weer online. Hè? Maar als demonstrator mag je altijd een maandje eerder bestellen. Dus ik ben benieuwd wat er allemaal in komt. Maar ik hoop dat er dingen komen waar deze kleuren gewoon veel meer bij gebruikt worden. Eens even kijken. Ik knijp weer in die punt. Nou is die hier erg nat, dus ik ga even aan die kant verder. En dan ga ik hier die kleine... balletjes of halve rondjes, zeg maar, doen. Kijk, met dat aquarellen wordt natuurlijk op zich je papier wel iets natter. Dus het is dan op zich goed dat je hem gewoon goed laat drogen voordat je eigenlijk weer verder gaat met oplijmen. Even kijken hoor. En dan... Het is altijd zo lastig om te kiezen wat je nou precies gaat kleuren. Ik weet nog dat ik als kind zijnde er ook altijd al veel last van had, zeg maar. Eens even kijken, ik denk dat ik dat lila doe. Dus ik doe hier. Dit zijn hele kleine stukjes. En het topje doe ik nog blauw. En dan ga ik hier met het geel. Nee, hier met het lila, dan hier met het geel. Ja, ik ben eruit. Dus ik knijp nu weer in mijn... watertankje. En je ziet ook hoe donkerder de kleur of hoe meer, hoe heet die dingen nou? Hoe meer pigmenten ze bevatten, hoe langer het ook duurt dat het schoon is. Ik ga hier weer verder met het Lemon Lolly. En dan geef ik hier die kleine rondjes even een accentje. En ik zet deze streep gewoon lekker aan met veel geel. Dat moet er natuurlijk wel uitspringen, zeg maar. En eens kijken of dat lukt. Maar ik wil hier die hele kleine... Ja, het lukt. Hele kleine stukjes wil ik ook inkleuren met dat geel. En ik geef... Kijken of dat nog lukt. Ik wil toch deze... Even net wat donkerder aanstippen. Ja, het is gelukt. En dan ga ik terug naar de laatste kleur. En dat is het Fresh Freesia. En dan kleur ik hier die... pak even ook wat meer pigment, zeg maar. Dat die gewoon wat donkerder kleurt. En... Als je een egaal wit papier hebt en je laat dit drogen, is het ook best wel leuk voor een achtergrond. Ik zag van de week bij iemand een soort, ja, hoe heet dat, crinkled background. En dan doe je zeg maar papier, je voorkant inlijmen, dit papier erop en dan een beetje soort foutjes maken. En dat kan heel mooi met deze papiertjes. Ja, hier zit een printje op, dus dan is het wat minder geschikt, maar dan werkt het op zich... ook goed. Nou, deze is wat nattigs. Je moet altijd opletten, vind ik, dat je niet de kleuren, zeg maar, in elkaar mengt.
Dus ik pak even nog een nieuwe. Om toch die paarse wat af te doen. Nou, laat ik dat ei even een beetje drogen. En dan ga ik verder met de volgende stappen. Oh. Ik pak de Easter Lilies, oftewel de Nederlandse Levende Lente stempelset bij. En ik pak een stukje, een restje wit. En dit is normaal één stempel, zoals je ziet. Maar je kent mij, als een stempel door midden kan, dan gebruik ik hem ook vaak. Want dan hoef je niet, tenminste niet zo statisch. Ik zit even te denken waar mijn stempelblok is, maar deze. Nee, dit is de, hier ga ik te veel mee wiepen. Ik zoek eigenlijk, ah ja, ik heb hem al. Ik zoek deze. En nu probeer ik hem. Ik leg hem heel even echt op het randje van het beeld. Maar dan zie ik het net iets beter. Ik probeer deze stempels. Ik heb ze natuurlijk los geknipt. Probeer ik even goed vastdrukken. Die maak ik weer aan elkaar. Oh, er zit een klein pluisje aan. Eens even kijken of dat hier goed loopt. Volgens mij wel. Dan pak ik de Memento er weer bij. Dat is de Memento, de Basic, nee, de Tuxedo Black. Stamping Up heeft geen andere zwart, maar ik denk dat Memento er zelf nog wel meer heeft. Want Memento heeft zelf ook heel veel kleuren inkt. En ik stempel hem. En ik zet heel even twee stempelkussens erbovenop. Dan droogt hij wat vlakker op, zeg maar. En dit wordt zeg maar de stopper van de easelkaart, waardoor het ei zeg maar omhoog blijft staan. En ik knip hem gewoon met een witte randje knip ik het uit. Het is altijd een gepriegel. Maar zoals je ziet, ik hou mijn schaar eigenlijk stil. Ik doe hem alleen op en neer. En voor de rest draai ik hem zoveel mogelijk met mijn hand. Ik heb voor zeg maar de Pinkies bijeenkomst tijdens On Stage heb ik 50 swaps gemaakt. Want we zijn met z'n 50'en. En die heb ik allemaal met de hand zitten uitknippen. Van de week kan je zien wat het is. Ik zeg nog niks. Het blijft echt een verrassing. Maar ik vind soms dat als ik knip, dat ik sneller ben dan dat ik allerlei stansjes moet gaan gebruiken. En dan ga ik gewoon voor de televisie, terwijl ik iets kijk, ga ik dan gewoon al die dingen uit zitten knippen. Hè, dan doe ik nou ja, voor mijn gevoel nog iets nuttigs ondertussen. En ik vind als je echt 50 keer iets moet stansen, dat vind ik dan altijd echt nou ja, lang duren, zeg maar. En ja, je kan ondertussen, althans ik, niet veel anders doen. Dit is een lastig stukje, omdat het zo'n dun een rondje is, tenminste een rondje, dun stukje is. Nou pak ik de Dimensionals erbij. Hè? De Dimensionals zijn de 3D-kussentjes van Stamping Up. En ik pak nu de kleine erbij. En wat ik eigenlijk gebruik is het randje. Deze past hier net niet op. Dus wat je dan doet is eigenlijk van die rand knip je allemaal kleine. Oh, deze gaan er ook echt af. Maar normaal blijven ze er meestal aan zitten. Knip je wat kleine stukjes. En deze is even een priegel, maar. En dan kan je ze wat beter op de over je werk verdelen. Want ja, het is altijd het mooiste als er geen. Als er natuurlijk niks onderuit steekt, zeg maar. Hier wordt het wat dunner, dus dan moet ik net even een wat dunnere knippen. En dat is het voordeel van die randjes, doordat je het zelf kan knippen.
kan je natuurlijk zelf de dikte bepalen. En je maakt ook al die restjes, gebruik je toch nog. Oh. Want ja, die stoppen die plak ik natuurlijk verhoogd op de kaart op. Oh, dan zit dat weer vast. Zodat het papiertje erachter, het ei erachter kan blijven staan. Even kijken. Ik heb alleen een midden gedaan, maar als het goed is, moet dat voldoende zijn. Even kijken, Marie zegt 100. Oké, ja, jij hebt dezelfde gemaakt. Nee, ik heb zeg maar voor de Pinkies team heb ik iets anders gemaakt als voor de swaps met de andere collega's. Gewoon omdat ik dat wat leuk vind, zeg maar. Ik hou wel van variatie. En nou plak ik deze. Moet ik even kijken dat hij goed zit. Plak ik deze op de kaart. Kijk, en hier blijft dan precies dat bovenkantje zo mooi bij stoppen. Ik vind hem een beetje, als ik eerlijk ben, een beetje bleekjes met de rest. Ja, deze is al aardig schoon. Droog bedoel ik. En daar plak ik, die plak ik vast met grote dimensionals. Ja, deze zijn zeg maar ongeveer een centimeter. En die andere, de kleine, de mini, die zijn ongeveer een halve centimeter. Dus zo kan je natuurlijk een beetje makkelijk verdelen. Omdat die nat is geweest, doe ik gewoon lekker veel dimensionals erop. En ik plak hier bij dat kontje nog een kleintje ertussen. Ik zit net te denken van ik ga zo meteen nog iets toevoegen. Kijk, en dan leg ik hem even plat. Zodat ik deze makkelijker erop kan doen. Even goed aandrukken. Want het is natuurlijk toch even wat hobbeliger met die emboste onderkant, zeg maar. Goedemorgen Nicole. Ook gezellig dat jij nog even aanschuift. En je kunt hem sowieso altijd terugkijken mocht je dat nodig hebben. En later deze week komt hij ook altijd nog op YouTube. Misschien dat het deze week wat later is, hè, in verband met ons steeds. Dat we 3 dagen in Rotterdam zijn. Maar dat zien we vanzelf. Kijk, ik vind deze nou een beetje blekerig. Dus wat ik doe is, ik pak even de Flirty Flamingo, de donkere erbij. En ik kleur die rondjes, zeg maar. Noem ik het maar. Dus de letters die zeg maar een rondje vormen. Die kleur ik in met een kleurtje. Dan ziet het er gelijk al wat leuker uit. En wat ik ook nog wil doen is, ik wil, want ik vind hem zo een beetje kaal. Dus we hebben tenslotte niet voor niks dat leuke haasje erop zitten. Dus ik pak even een blokje. Weer het restje. Dit haasje, dat is natuurlijk ook, hè? Je hoeft niet altijd hele moeilijke, ingewikkelde kaarten te maken. Dus als je gewoon een witte mat neemt die net iets kleurder is als een gekleurde ondergrond, kan je dus gewoon heel leuk dit haasje in allerlei richtingen doen. Teksten bovenop. En je hebt al een leuke kaart. Kijk, ik werk gewoon graag altijd met wat meer dingen, maar dit soort kaartjes, als je net snel nog een kaartje nodig hebt, althans dat geldt voor mij, dan is dit natuurlijk echt een leuk stempeltje met dat haasje. Nou, het haasje hoeft op zich geen kleurtje te hebben, want we hebben al een gekleurde achtergrond. En die plak ik er zo bovenop. Eens even kijken. En de ISO-kaart is klaar.
Dus het is gewoon, hè, wat ik al zei, gewoon leuk om te sturen. Maar het is natuurlijk ook leuk om zo op tafel neer te zetten tijdens de paasbrunch of het paasdiner. Dat is net wat je gewend bent. Ik heb hem ook nog gemaakt met het kleinere, althans gemaakt, het voorbeeld gemaakt. Dat is de mate, zeg maar, die ik dan van Nadine Koller heb. Die is gemaakt met, kijk waar ik dat plaatje heb. Die heeft hem gemaakt met dit maatje ei. Dus die maten zet ik ook in mijn blog. En ik pak nog even de andere kaarten erbij. Die heb ik niet gemaakt tijdens deze. Voor degene die later instapte. Maar die heb ik gemaakt gewoon al eerder. En dit is dus de Excellent X collectie. Ja, en ik ben zelf helemaal weg van dit. Dat is lekker veel stanswerk. Om naar te kijken is dat natuurlijk niet zo leuk. Dus vandaar dat ik het niet heb laten zien. En ik heb hier deze eieren gebruikt. En dit is dus die easelkaart. Je zou de rondjes van de embossing ook nog in kunnen kleuren. Ja, dat zou je op zich ook nog kunnen doen. En dan kan je beter natuurlijk een witte ondergrond nemen. En ik was ze vorige week ook vergeten. Want ik vergeet ze heel vaak. En dan moet ik natuurlijk even weer zoeken waar ze zijn. Ik heb die gekleurde rondjes. ik heb ze. Kijk. En ik zat nog met een ander ideetje in mijn hoofd. Dat komt altijd ineens weer oppoppen. De Wink of Stella. De ontzettende lekkere glitterpen is natuurlijk ook leuk voor dit ei. Dus je kan dan... Werkt hetzelfde eigenlijk, hè? Staat er poes op die dinges. Het beste kan je dit niet boven je werk doen. Want soms komt er ineens een ontzettende druppel uit, zoals nu dus. Maar daar kan je dus ook bijvoorbeeld accenten geven aan dat ei. Ik zal... Want je ziet op zich niks vanuit de verte. Maar als ik het ingekleurd heb, zal ik het jullie laten zien. Als het tenminste goed zichtbaar is. Je kan ook het hele ei doen als je dat leuk vindt. Ik zal even nog wat meer accentjes. Ik hoop dat je het ziet. Maar dit geeft dus een klein laagje aan met een hoop glittertjes. En ja, of dat jullie het zien, dat kan ik zelf niet heel goed zien. Maar ik hoop dat je het, dat het effect geeft. Ik zal anders wel... Ik doe wel even een... Ik zie het al. Ik moet hem ook even schudden. Dan verdelen de glitters zich ook beter. Ja. Ik kleur hem gewoon helemaal in. Hoe vinden jullie die? Dan is die gewoon... Ik denk dat mijn pen bijna leeg is. Want nou komt er ineens een hele... Oh. Kijk, en daarom... Ik doe dat nou buiten beeld. Daarom kan je dit dus het beste niet boven je werk doen. Want dan heb je ineens een hele dikke klodder, zeg maar. Maar ik zal hem even helemaal in kleur... Kijk, er komt er weer één. Gelukkig kan je dat wel wat verdelen. Oh, deze pen is een beetje gestoord. Maar je kan het nog uitvegen. Oh. Maar dit is dus de Wink of Stella pen. En hoe meer je eroverheen gaat, hoe meer glitters er natuurlijk opkomen. Maar dat geeft net altijd even dat beetje extra. En nu natuurlijk nog een... hier zit echt wel een hele dikke lading. Nu nog een paar van die strassteentjes erop. Eens even kijken. Waar zal ik voor gaan? Ik heb hier natuurlijk dat hele felle gebruikt. Ik denk dat ik voor deze ga. Dat is denk ik de kleur Flirty Flamingo. En dan plak ik er gewoon een aantal kleintjes op. Die grote vind ik wel erg grof voor dit geheel. Dan doe ik er hier nog bovenop één. En ik had er natuurlijk ook nog een strikje om kunnen doen. Maar ik vind het voor vandaag wel genoeg. Nou, leuk dat jullie er waren. Nu is die echt helemaal af, mijn ISO-kaart, naar het idee van Nadine Koller.
mijn Duitse demo, Stempelmami. En ik ga het, wil je me volgen tijdens de onstage? Ik probeer zoveel mogelijk filmpjes, althans filmpjes weet ik niet, maar foto's te maken. Want ik wil ook genieten nadat ik heel de tijd natuurlijk foto's moet maken. Maar er verschijnt het een en ander op mijn blog. Dus dan kan je het een beetje mee gaan volgen. En daar verschijnen ook de swaps van de week die ik gemaakt heb. Dus nou ja, ik ga er in ieder geval van genieten. Vanaf donderdag het onstage festival of event, zeg maar. Hè? Waarbij we vooral de aandacht gaat naar de nieuwe jaarcatalogus. Nou, leuk dat jullie er waren. Bedankt voor het kijken. En volgende week rond deze tijd kom ik er gewoon, hoop ik er gewoon weer te zijn. Even kijken, Angelique. Ja, dit filmpje, hij blijft een maand lang hier op Facebook staan. Kan je hem terugkijken. En normaal doe ik hem altijd op donderdag. Zet ik hem meestal op mijn YouTube kanaal. Maar ik weet niet of dat het natuurlijk deze week lukt. Omdat ik gewoon heel de dag al bezig ben. En dat uploaden kost gewoon, omdat ik in een buitengebied woon, gewoon veel tijd. Maar in ieder geval, hij komt erop. Maar ik beloof deze keer niet wanneer. Bedankt voor het kijken. Groetjes.